Als op 1 november 1944 Sluis door de Canadezen wordt bezet, is de bevrijding van heel Zeeuws-Vlaanderen een feit. Het einde van de operatie Switchback. Meneer Schaap trekt door het gebied en toont ons het bevrijde Zeeuws-Vlaanderen. Een restant van Duits oorlogstuig. Het is een zogenaamde spoorwegbatterij. Op hun terugtocht uit Frankrijk hadden ze dit rijdend geschut van Calais naar Sluiskil gereden en hier liepen ze vast. Op dit treinstel staan kanonnen met een bereik van 85 kilometer. Het zijn de Duitsers zelf die deze spullen hebben vernietigd. Bij het naderen van de geallieerden hebben ze hier alles opgeblazen. Zeeuws-Vlaanderen heeft enorm geleden van het oorlogsgeweld. Het aantal slachtoffers onder burgers en militairen is hoog en de materiële schade is ongekend. Bijna 2 maanden is Zeeuws-Vlaanderen het toneel geweest van een verbitterde strijd tussen geallieerden en Duitsers. Hitler had uitdrukkelijk opdracht gegeven dit grondgebied niet uit handen te geven, want Zeeuws-Vlaanderen ligt immers aan de Westerschelde, de toegang naar de havens van Antwerpen. Voor de geallieerden was dit gebied uiteraard om dezelfde reden van strategisch groot belang. Een tijdelijke begraafplaats van gesneuvelde Canadezen die behoorden tot het regiment Queen on Rifles. Later zijn ze herbegraven in Adegem bij Eeklo. Met het vertrek van de Duitse bezetters is het gedaan met het gezag en de ordehandhaving. In veel plaatsen zijn het leden van de ondergrondse die dan de touwtjes in handen nemen. In Aksel is het dominee van Oeveren die na het vertrek van de Duitsers zichzelf uitroept tot burgemeester. Dit machtsvacuüm duurt niet lang. In nauwe samenwerking met de Nederlandse regering in Londen vestigt in het casino in Sluiskil zich het militair gezag. De filmer neemt ons mee door het westen van Zeeuws-Vlaanderen. IJzendijken, de ruïne van de kerk. De markt. De witte ster op de auto is een teken dat het hier gaat om een geallieerd voertuig. Veel wegdek is beschadigd door het zware militair transport. Schoondijken vormde een kruispunt van verschillende belangrijke wegen. Het is op 11 oktober 1944 door de Franse geallieerden hevig gebombardeerd om Duitse verplaatsingen te voorkomen. Tijdens de gevechten hebben Duitsers en Canadezen met elkaar onderhandeld over goede. Ze spraken af dat dit dorp een verbandplaats moest zijn en dus niet gebombardeerd of beschoten zou worden. De dorpsschilder Brakman kreeg de taak om de toren van de hervormde kerk te voorzien van een groot rood kruis. Door die veilige status zat Goede tijdens de bevrijding boordevol met vluchtelingen. Op 27 oktober verlaten zo'n 5000 mensen toch dit dorp uit angst voor naderende beschietingen. Massaal trekken ze richting IJzendijken. Steenhoven, een Breskense buurt bezaaid met bomkraters. In het dorp zelf stond de suikerwarenfabriek van Van Melle, de grootste werkgever in de omtrek. Deze fabriek is volledig vernield tijdens het bombardement op 11 september, waarbij 199 burgers omkwamen. Ook door anderen is deze indrukwekkende puinhoop op film vastgelegd, zoals hier door cineast Ruigrok in opdracht van het Rode Kruis. Breskens, voorjaar 1945. De meeste inwoners zijn hun huis kwijt. Sommigen hebben geluk en weten beslag te leggen op een verlaten Duitse bunker. Die staan er heel wat langs de kust. Zomers is het voor de mensen er aangenaam wonen. Alleen is het binnen altijd vochtig. De mensen moeten hun kleren en beddengoed dagelijks buiten hangen. Beelden van opgepakte, foute Nederlanders. In Sluis en Goede zitten honderden mensen opgesloten die verdacht worden van samenwerking met de vijand. In afwachting van hun berechting worden ze aan het werk gezet bij het ruimen van het puin in Breskens. Hoosburg. Voor de inwoners hier is het oorlogsgeweld afgelopen op 26 oktober. Een Engelstalig verbod op het weghalen van sloopmateriaal. Vanwege de algehele schaarste wordt zoveel mogelijk hout en steen hergebruikt.
de Watertoren, door de Duitsers opgeblazen. Geallieerde vliegtuigen gebruikten deze toren als baken op weg naar een te bombarderen doel. De Rijks-HBS. De wederopbouw van Oosburg en Schoondijken zal nooit meer herinneren aan het vooroorlogse plaatje. Deze dorpen zijn naar Amerikaans model opnieuw gebouwd. Een blokmodel in plaats van huizen in een kring rond de kerk. Sluis is de laatste plek in Zeeuws-Vlaanderen die op de Duitsers werd veroverd. Het monumentale Belfort is volledig verwoest tijdens een geallieerd bombardement op 11 oktober. Aardenburg met de Kaaipoort. De mensen van de Civil Affairs vormden een soort verbindingsschakel tussen de bevolking en de aanwezige geallieerden. Zij bepaalden onder meer waar en wanneer het geallieerde materieel ingezet kon worden bij het begin van de wederopbouw. De start van het puinruimen van de Van Melle-fabriek in Breskens. Veel puin is er gebruikt om het groot aantal bomkraters mee te dichten. De kinderen in Zeeuws-Vlaanderen hadden een verschrikkelijke tijd achter de rug. Voor velen was het geweld van de bevrijding traumatiserend. Om hier wat aan te doen, werden ze uitgezonden naar andere oorden. Hier maken zo'n 500 kinderen zich op om voor langere tijd naar Engeland te gaan. Ze zullen een half jaar doorbrengen in het Zuid-Engelse Coventry, in kampementen die voor de landing in Normandië een onderkomen waren voor de verzamelde geallieerde militairen. Met de bus worden ze uit hun woonplaats naar Oostende gebracht. Van tevoren zijn ze door hun huisarts bekeken om te bepalen of ze daadwerkelijk deel mogen nemen aan de reis. Er worden geen risico's genomen. Luizen en andere ongedierte is in Engeland niet welkom. De beestjes komen in die tijd in grote getalen voor op de kinderlichaampjes. Om ze uit te roeien, worden de kinderen hier royaal met DDT bespoten. Hierna zullen ze inschepen en de oversteek wagen. In Engeland zal het niet voortdurend vakantie zijn. Ze gaan er naar school en zullen een zeer geregeld leven leiden. Na een half jaar komen ze terug. Terug in een vrij Zeeuws-Vlaanderen.